Of ik me aan het appverbod heb gehouden, ja. Nee, ik heb me daar eigenlijk niet aan gehouden. Ik zeg je heel eerlijk, de eerste paar dagen heb ik dat niet gedaan. Toch nog stiekem even een belletje of smsje gepleegd. Ik weet wel waarom hij is ingevoerd, maar ik snap het hele nut ervan eigenlijk gewoon niet. Maar 95 euro is toch best wel veel, dus ik hou me liever in mijn broekzak met mijn oortjes in. Zelf heb ik de FaceApp nog nooit geïnstalleerd. Ben ik ook niet van plan. Iedereen heeft natuurlijk in het nieuws gezien de FaceApp, hoe je ouder wordt, hoe je jonger wordt. Ik vind zelf FaceApp echt een hele leuke app om te zien hoe je er later uitziet en zo. Alleen toen ik hoorde dat het best wel veel met je privacy deed, heb ik gelijk de app verwijderd. De ontwikkelaars van die app die kunnen gewoon toegang tot je foto's hebben. En ze hebben gewoon de toestemming van jou gekregen om jouw foto's te verkopen. Maar ik denk gewoon van, nou ja, als je het een leuke app vindt, moet je hem toch gewoon blijven downloaden. Ik studeer momenteel en ik woon gewoon thuis. Ik vind het gewoon fijner om in een vertrouwde omgeving te wonen. Ik denk ook dat heel veel jongeren, als je van de middelbare school afkomt, financieel nog niet klaar zijn voor zo'n grote stap. Zelf zou ik nooit op kamers gaan wonen. En dat komt gewoon omdat het me allemaal huur en geld kost. En als ik bij mijn ouders blijf wonen, ja, dan kan ik gewoon blijven sparen voor een eigen huis later. Ik ga als ik ga studeren nog niet gelijk op kamers wonen. Maar ik denk als ik een paar jaar bezig ben, dat ik wel kan beginnen met een leuk plekje zoeken. Ik ben al eens het slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Maar toen was mijn Facebook één keer gehackt. Om te zorgen dat ik er geen slachtoffer van word, is dat ik niet zomaar op berichtjes reageer. En dat ik ook niet zomaar contact zoek met mensen die ik niet ken. En ik zou zeker ook uitkijken met wat je allemaal op site plaatst of je gegevens doorgeeft. Check de mail, check de telefoonnummers. Klik niet zomaar op een linkje en pas gewoon goed op. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Klik natuurlijk even op volgen als jullie meer van ons willen zien. En super bedankt voor het kijken. Later!